Welkom op deze wat bijzondere avond, dit bijzondere weekend, waarin we afscheid nemen van onze predikant, dominee Estier en zijn gezin. En we hadden het er net over, als we nu vanavond de opname te zien is, dan ben ik alleen in beeld en niet jullie. Dus ons voorstel is dat jullie even gaan staan allemaal, even omdraaien naar de camera, zodat de mensen in ieder geval weten wie er in de kerk is. Al zijn het er niet veel. We gaan even staan, even naar de camera kijken. Kijk, dan zien de mensen thuis in ieder geval, onze luisteraars, wie er vanavond zijn. Ik wil dan ook een speciaal woord van welkom uitspreken naar de familie Estier. Fijn dat jullie hier zijn op dit moment. Arend Wim, Fanny, Michelle, Aimé, Sam. Welkom hier vanavond. We gaan morgenmiddag afscheid nemen op een officiële manier. In de eredienst morgenmiddag om 2:30 begint die. Maar we willen het vanavond op een wat luchtige manier doen. Cadeau aanbieden namens onze gemeente. En er zijn de twee die al een klein beetje weten wat er komt met de film. Ik hoop niet dat jullie wat verteld hebben dat het een verrassing is voor de rest. Dus ik hoop dat jullie een plezierige avond hebben. Laat het over jullie heen komen wat er gebeurt en geniet ervan, zou ik zeggen. Combo, ondanks alle beperkingen, heel fijn dat jullie ons toch begeleiden deze keer vanavond. Rien, bedankt voor je aanwezigheid, zodat we met elkaar samen er een mooie combi-dienst van kunnen maken. Zoals gezegd, Arend Wim, je hebt bijna een half jaar geleden, geloof ik, een beroep gehad uit Voorthuizen. En daar heb jij positief op gereageerd. En tegenwoordig is een positieve uitslag geen positieve, maar een negatieve uitslag. Maar je hebt Voorthuizen, positief dat je erheen gaat, voor ons een beetje negatief dat je weggaat. Maar daarom zitten we hier vanavond en morgen om afscheid te nemen. Ik hoop dat jullie, als jullie in Voorthuizen zijn, met plezier aan deze avond terugdenken. Dat we er een mooie avond van maken met elkaar. Maar zoals we gewend zijn, als we in ons huis, in het huis van de Heer, onze kerk aanwezig zijn, wil ik ook nu graag beginnen met gebed. Dank Heer dat u hier bij ons bent, dat we mogen weten, Heer, dat waar 2 of 3 in uw naam samen zijn, Heer, dat u er bent. En we zijn maar met een paar, we hadden het zo graag anders gezien, Heer, en toch is het op dit moment niet anders. Maar dank voor de mogelijkheden die u ons geeft, dat we nu toch zo samen kunnen zijn en dat we toch kunnen doen wat we willen, al is het op een beperkte manier. Dank voor de zegeningen die u ons gegeven hebt, Heer, ook de afgelopen jaren samen met ons predikantsgezin. Dank, Heer, voor alles wat u ons geeft, ook nu tijdens de pandemie, dat we toch de mogelijkheid hebben, zoals gezegd, om samen te zijn. Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u ons een gezegende avond geven? Wilt u zijn met ons allemaal die een taak hebben in deze bijeenkomst? Wilt u ons zegenen, Heer, en wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen dat alles wat we doen, dat er eerder van u mag zijn? Dank, Heer, voor uw aanwezigheid. Amen. Tijdens de voorbereiding van dit weekend hebben we gesprekken gehad met onze dominee en hem ook gevraagd van wat is een mooi stuk in de Bijbel, een vers of een persoon waar je wat mee hebt, wat je aanspreekt. En toen kwam dominee Estier, die kwam met koning David. En wel het verhaal dat koning David danst voor de ark. Dat zal Hetty met ons lezen nu en daarna gaat het combo voor ons zingen. Ze kondigen zelf de liederen aan vanavond. En ook de liederen die gespeeld en gezongen worden vanavond zijn uitgezocht door onze dominee. Hetty. Het gedeelte dat staat in 2 Samuel. En als u 2 Samuel leest, dan zijn het heel veel verhalen met mooie geschiedenis en zeker aan te bevelen om een keer te lezen. Het is ook vooral een hele barbaarse tijd. En dit stukje gaat over de ark. Daar bleef de ark 3 maanden staan en de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele gezin. Toen David dat hoorde, bracht hij de ark naar de stad van David en maakte er een groot feest van. Nadat de mannen die de ark droegen 6 passen hadden gedaan, stopten zij om David de gelegenheid te geven een rund en een gemest lam te offeren.
In priesterkleding gestoken danste David uitbundig onder het oog van de Heere voor de ark uit. Zo brachten David en het volk Israël de ark van de Heere met veel gejubel en bezuingeschal terug naar de plaats waar hij hoorde. Zoals dochter Michal keek uit het raam toen de stoet de stad binnenkwam. Zij zag hoe koning David voor het oog van de Heere danste en sprong en voelde diepe minachting voor hem. De ark werd in de tent gezet die David voor het doel had laten opzetten. Vervolgens bracht hij brand- en vredeoffers aan de Heere. Ook zegende hij het volk in de naam van de Heere van de hemelse legers. Hij gaf iedereen een geschenk, zowel de mannen als de vrouwen, in de vorm van brood, vlees en druivenkoeken. Toen de hele plechtigheid achter de rug was en iedereen naar huis was gegaan, ging ook David naar huis om zijn gezin te zegenen. Het eerste nummer wat wij vanavond voor jullie gaan zingen is opwekking 733, 10.000 redenen. So
Het is feest in Jeruzalem, in Israël. Het is niet zomaar een feest, maar het is een heel groot feest, een heel groot gebeuren wat dagen aanhoudt. Een optocht en je zal er maar in meelopen en na 6 schreden al stoppen om een os te slachten en een lam. Nou was ik het even kwijt. De optocht duurt heel lang. En wat is dat toch een verschil met onze snelle maatschappij tegenwoordig waar wij in leven. Wij moeten alles snel. We hebben eigenlijk amper nog tijd om morgen vroeg naar de dienst te luisteren, te kijken. We hebben eigenlijk amper nog tijd om naar de kerk te gaan. We hopen dat dat binnenkort weer mag. We hebben tijd tekort op onze manier. En de Israëlieten die namen de tijd voor onze Heer. En ik heb een mooie dialoog ben ik tegengekomen en die komt in de Nieuwe Kerkenpraat. En die is het aanraden waard om te lezen, dat is even terzijde. Maar dat is een dialoog tussen God en een mens waarom wij geen tijd hebben. Ik zou zeggen lezen. De voorgeschiedenis van dit verhaal. Hiervoor zit een verhaal wat niet zo'n mooi verhaal is. Koning David ging met 30.000 jonge mensen ging hij op pad om de ark naar Jeruzalem te halen. Koning David, de tweede koning van Israël, 12 stammen verenigd, Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. En daar hoorde de ark des verbonds. En toen ging hij uit heel Israël 30.000 jonge mannen verzamelen. Een soort EO-jongerendag, maar dan in Israël, in de open lucht. En ze gingen naar het huis van Abinadab, waar de ark stond, de ark des verbonds. En ze haalden de ark op, ze hadden een nieuwe wagen bij zich met veel machtsvertoon. Maar toen de ossen kwamen bij de plek waar ze hun werk normaal deden, bij de dorsvloer, ging het mis. De ossen die trokken van de weg af en de ark dreigde te vallen. En Uzza die wilde de ark beschermen en hij stierf. En toen zat de schrik er toch eigenlijk wel heel goed in bij koning David en bij de hele optocht. Eerlijk gezegd was de hele schrik van die ark af. En ze lieten hem dan ook bij Obed-Edom. En Obed-Edom was een leviet. En is dat toeval? Ik denk het niet. Als we teruggaan naar de woestijn, toen de levieten werden op dat moment door Mozes aangewezen om op de ark te passen. En ook Obed-Edom mocht op de ark passen. En het wonderlijke van dit hele verhaal vind ik toch dat Obed-Edom werd gezegend, de maanden dat de ark er was, maar zelfs daarna, dat hebben we net gelezen. En Uzza wil de ark beschermen en die sterft. En om dat nu terug te halen naar deze tijd, gaan we weer terug naar die woestijn, naar Mozes. Want wat was de bedoeling van de ark des verbonds? Wat had hij voor taak? En de taak van de ark van verbond was dat de Torah erin bewaard werd. De 5 boeken, de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Dus, en ik ben geen theoloog, ik heb ook geen theologische achtergrond. Ik kan dat ook niet verklaren, misschien zoals het moet. Maar van de week toen ik dit stukje verschillende keren doorlas en overdacht, kwam eigenlijk de volgende gedachte in me op. Dat Obed-Edom, die had als het ware het woord van God in huis gehaald. De Torah kwam bij hem binnen. En hij had het geduld om die bij hem te laten staan. En hij werd gezegend. Uzza die was impulsief, wilde de ark redden en stierf. En zijn wij, dacht ik, ook niet zo vaak zoals Uzza, dat we eigenlijk onze Heer voor de voeten lopen, dat we niet wachten, niet het geduld hebben, maar dat we hem willen helpen. En dat we dan juist de verkeerde dingen doen, doordat we niet vertrouwen op God. En Obed-Edom had dat vertrouwen, had het geduld in ieder geval om voor de ark te zorgen, de ark des verbonds. En als koning David dat hoort, ziet dat Obed-Edom gezegend wordt, dan durft hij het aan om hem weer op te halen. En om mee te nemen naar deze tijd, denk ik dat het belangrijk is dat wij het woord van God in ons huis hebben. En dat wij erin studeren, dat wij het zoeken, onderzoeken. En Arend Wim, familie STA, jullie gaan binnenkort naar Voorthuizen, al duurt het nog een poosje, jullie blijven nog een poosje wonen hier, maar jullie gaan eind april, geloof ik, naar Voorthuizen. En wat een geluk dat jullie dat niet lopend hoeven te doen en dat er onderweg niet wat geslacht wordt. Jullie mogen in één keer door.
met een auto, iets comfortabeler. En we hebben natuurlijk intensief samengewerkt de laatste jaren. En ik weet ook dat jullie het woord van God meenemen. En daar ook uit leven en in zoeken. En ik weet zeker dat Obed-Edom werd gezegend met de ark in zijn huis. En ik weet zeker dat jullie ook in Voorthuizen weer gezegend worden. Als jullie met het woord van God gaan. En daar twijfel ik eigenlijk niet aan. En dat geldt ook voor onszelf. Als wij het woord van God bij ons hebben, dan worden wij gezegend. En Arend Wim, ik wil nog even een link leggen eigenlijk tussen jou en koning David. En ik wil koning David niet met jou vergelijken, dat kan natuurlijk niet, maar wel een link leggen. Koning David, zoals we gelezen hebben, die danste tussen het gewone volk in zijn kleed, niet in zijn koninklijk gewaad. En Michael, de vrouw van Saul, of van David, koning David, de dochter van Saul, werd daar heel erg kwaad om. Want hij liep tussen het gewone volk en daar hoorde hij niet. Hij was dienstbaar. Nou, en als we één ding van jou mogen zeggen van de afgelopen 5 jaar, dat jij was dienstbaar. Jij ging afwassen na afloop van een vergadering. Jij ging auto's wassen op de boeldag. Nou is dat ook wel een beetje je hobby, maar vooruit, je deed het dan toch maar. En als we in Hongarije waren, dan ging je zelf strijken. Jij was dienstbaar aan ons. En dat is prachtig, want is dat ook niet onze opdracht? Als je denkt aan de voetenwassing van Jezus, om dienstbaar te zijn. Maar aan de andere kant was koning David ook een leider. En dan denk ik aan het verhaal van Goliath. Toen was hij nog wel geen koning, maar hij kwam bij Goliath, bij de Filistijnen. En hij zag en hij begon te vragen en hij nam initiatief. En ook dat is een koning David dienstbaar, maar ook leiding nemen. En dat geldt ook eigenlijk voor jou als dominee zijnde. Zo nu en dan dienstbaar en zo nu en dan leiding nemen. En dat leiding nemen, dat geldt eigenlijk voor elke werkgever, voor elke leidinggevende, elke dominee. Het is zo'n dunne scheidslijn. Wanneer ben je dienstbaar, wanneer neem je de leiding? Zelf heb ik daar ook wel eens moeite mee, wanneer ga je op je strepen staan. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je het woord van God blijft onderzoeken en ook zoek naar antwoorden op de vragen die je hebt, dan weet ik zeker dat het goed komt. En dat jij ook je zegeningen daaruit krijgt, ook in je ambt, in Voorthuizen. En dat als je dingen onderzoekt in het woord, je krijgt antwoorden, niet direct, maar ze komen wel. En dat weet ik zeker. Want dat heb ik uit eigen ervaring. Heel veel succes, God zegen toegewenst, in Voorthuizen met je taak. Amen. Combo, dan gaan we naar jullie luisteren. Het volgende nummer wat we voor jullie gaan zingen is opwekking 767, de familie.
Dan zijn we nu toe aan het moment van de avond. Ik laat en die heet een dag uit het leven van onze dominee. Daarnaast zijn er enkele gemeenteleden die toch wat tegen je wilden zeggen. En aangezien het niet via een drive-through kon zoals we eerst de bedoeling was, hebben we de filmpjes opgenomen deze week. En gaan we nu kijken naar de film en de filmpjes van de gemeenteleden die wat tegen je willen zeggen. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Oh, het is vroeg. Ja, we hebben vandaag heel hoop te doen. Kom eruit als je wil. Ja, ik zal het ontbijt klaarmaken. Ja, doe jij het ontbijt? Ja, ik doe het ontbijt. Oké, dan ga ik Sam vast wakker maken. Ja, is goed. Want die is ook nooit wakker te krijgen. Dat nee, doe ik vast. Nee, ik kom met geen beetje sterk bed. Nou, kom, ik ga tanden poetsen. Ik ga me aankleden. Kom, gaan we er gauw uit. Oh. Dan laat ik eerst Sam maar even wakker maken. Sam, jongen. Wakker worden. Sam? Ja. Oh, je bent er al uit. Nou, dat valt mee. Kom, we gaan gauw ontbijten. We hebben een drukke dag vandaag. Kom. Ik ga me aankleden. Eerst mijn tanden poetsen. Voor mij krijg ik mijn eerste appjes al. Nou, ik trek vast mijn broek aan. Zo. Ja? Oh, allemaal appjes. Dus even kijken voor wie ik nou weer appjes krijg. Oh, ik heb er alweer 10 binnen, zeg. Oh, kijk eens. Familie Kwakkel zie ik voorbij komen. Ja, Lambert. Goh, kijk eens wat een appje. Nou, ik ga ze nou niet allemaal beantwoorden. Ja, ik ga ze even beantwoorden allemaal. Goed. Ja, nou, straks. Straks wel weer verder. Gaan we eten, want ik heb vandaag een hele drukke dag. Zo. Sam, ontbijten, joh. Ja. Kom, Fanny, gaan we opschieten. Naar beneden toe. Korte nacht. Heb jij vandaag online school, Sam? Ja. Oké. Okay. Heb je de hond al uitgelaten? Is de hond al uitgelaten trouwens? Nee, dat moet ook nog gebeuren. Oh, dat moet ook nog gebeuren. Goedemorgen, ben jij ook wakker? Goedemorgen. Kijk eens, heeft die beren zijn bens geplakt? Oh, kom. Net zo'n hele plekje waar ik niet doe. Nou, Fanny, wat ga jij vandaag allemaal doen? Ik moet vanmiddag werken. Dankjewel. Tot die tijd neem ik lekker even rust. Ah, wil jij even een kopje koffie voor papa klaarmaken? Ja. Oh, fijn. Doe je dat altijd? Ja. Lekker. Oh, weer appjes, zeg. Krijg ik alweer berichten. Oh, weer geen zeg. Jongen, wat een berichten krijg ik allemaal. Kijk eens, hoe Dirkje zie ik en Lammert en Dolf. Ik heb het er maar druk mee. Goed, ik neem vast een boterham met hagelslag. Dankjewel, schat. Andere kant. Nu ben ik helemaal wat hier. Lekker. Dankjewel. Nou, weet je wat ik ga dadelijk doen? Ik ga dadelijk eerst naar de studeerkamer. En dan ga ik werken aan mijn... Mijn telefoon blijft ook maar aan. Ja, het is altijd hetzelfde. Ik krijg zoveel appjes. Maar dan ga ik eerst beginnen met mijn afscheidsreden voor vanavond. Voor de afscheidsavond. Had je liturgie al klaar dan? Liturgie, alles is klaar. Dus dat scheelt weer. Daar ga ik maar mee beginnen. Ik heb helemaal in mijn hoofd hoe dat gaat worden. Dat is wel fijn. Dus ja, dat ga ik dadelijk eerst maar eventjes doen. Ja. Sam, hoe ver ben je met de koffie, jongen? Nou, eerst eventjes aan mijn afscheidsspeech gaan werken. Oeh ja, ik moet mijn stofzuigen ook. Nou, dat doen we morgen maar weer. Strijken ook nog.
overmorgen maar. Eerst maar even aan mijn speech gaan werken. De computer aan. Goed, dan ga ik vandaag eerst maar eens even beginnen met mijn afscheidsreden. Ik heb dat helemaal in mijn hoofd zitten hoe dat gaat worden. Dus even kijken hoor, ik had in mijn gedachten. Geachte gemeente Oldebroek. Na 5 jaar, bla 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 bla. Dan iets over Voorthuizen, bla 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 bla. Fijn geweest. Sam, hoe zat het dan met de koffie? Weer appjes. Jongen, zeg wat. En appjes krijg ik allemaal. Van die nog en die en die. Hier, een koffie. Ah, dank jongens, dank voor de koffie. Dank je wel. Zo, eens even kijken. Nou, ik denk dat ik die weer een appje zeg. Vergeet je niet dat ook nog het gras gemaaid moet worden. Wat zeg je, Freddy? Ja, het gras moet ook nog gemaaid worden. Ik heb zo'n verschrikkelijke hekel aan grasmaaien. Die drollen van mijn oortje, die liggen er ook nog aan. Want die drollen, daar maai ik gewoon overheen. Ja. De drollen van Noortje. Ik zit midden in mijn afscheidsspeech en dan moet ik denken aan dat drollen van Noortje. Weer een appje. Jongens, ik ga eerst maar beginnen met de grasmaaien. Ik ga het gewoon eventjes doen. Eerst maar even grasmaaien. Oh, wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Jongen. Nou, eerst maar eventjes rust. Wat staat het lang, zeg. Jongen. Wat heb ik hier een hekel aan, zeg. Ik kom er amper doorheen. Echt mijn hobby niet. Knappen lekker op. Hé, dode merel. Dan denk ik de kat te pakken gehad. Zo. Nou. Even nog mooi over de kantjes. Het is de laatste keer dat ik dat doe trouwens. Ik denk dat... De volgende keer wordt het door de mensen van de kerk gedaan. Dan hoef ik dat gelukkig niet meer te doen. Nou, het gras is mooi opgeknapt. Het is lekker kort. Maar het is echt wel de laatste keer dat wij dat doen hier. Dat ik dat moet doen, gelukkig wel. Voor het huis heb ik gelukkig niet zoveel gras. Kijk, mooie herinnering. De herdershut. Ja. Goed. Kijk eens zeg naar die auto. Helemaal gek van auto's. Dat is een mooie auto geweest van Fanny. Mooie wieldopjes erop. Echt wel een leuke auto geweest. Nou, mijn auto is veel mooier. Maar het was toen mooi. Een open dakje heb ik toen erbij gekocht. Helemaal gek op auto's ben ik. Ja? Leuke witte spiegeltjes heb ik er toen op laten zetten. Helemaal gek. Wat zit daar nou? Oh. Op het dak zit ook allemaal vogelpoep. Tjonge. Zo. Nou Fanny, ik heb alweer vogelpoep van je auto afgehaald. Ik heb het gras gemaaid zoals je vroeg. Oh, alles heb ik gedaan, dus ik ga. Dus ik ga vanavond weer gewoon naar het werk met de schone auto. Je kan met de schone auto weer naar het werk. Ik doe vanmiddag mijn auto ook nog eventjes. En ik ga nu eerst bij mensen op bezoek, want ik wil vast bij iedereen even langs om afscheid te nemen. Ja? Ja. Nou, schat. Nee, hoe laat ben je klaar met eten? Uur 6. Oké, helemaal super. Ja. Nou, daar ga ik. Dag lieve schat. Dag lieve. Sam, tot vanavond hè. Doeg, tot vanavond. Oh, de kat is er vandoor. Maar goed, ik ga hoor. Op de fiets. En Gerry en Rien Kamphorst. Nou, dat had ik net zo goed wel eventjes lopend kunnen doen. Hallo familie SJ.
En dan breekt er dus een nieuwe periode aan. De Goede Herrenkerk te Oldebroek is voor u game over. Nou ja, de zeer regelmatige loopjes langs ons huis blijven nog wel even. Dan loopt er een grote man met een strakke lijn langs. En als je nog eens kijkt, zie je dat er daar beneden iets aan vast zit. Inderdaad, een hondje. Dominee, bedankt voor de afgelopen jaren en de fijne samenwerking. We wensen jullie een goede tijd toe in de nieuwe gemeente. God zegen toegewenst. Nu ga ik even bij familie Fien langs. Eens kijken hoor, of ze thuis zijn. Oh, ik geloof dat Lammy op de bank zit. Nou, even aanbellen. Wat leuk dat je nog even langskomt. We wilden je namens de familie Fien heel veel succes wensen op je nieuwe plekje. En ik hoop dat je je net zo thuis gaat voelen als hier. Bedankt voor de jaren en voor alles wat je voor ons gezin hebt betekend. En groetjes vanaf de Oude Dijk. Doei! Nu helemaal op de fiets de Grote Woldweg uit. Naar Louis en Anneke. Anneke is onze ouderling. En Louis ook altijd erg druk als Kriba geweest. En nog steeds druk in de Hongarije werkgroep. Even kijken of ze thuis zijn. Hey Arend Wim, leuk dat je even langskomt. Ik denk dat we allebei nog wel iets tegen elkaar willen zeggen. We kennen elkaar nu zo'n jaar of 5. 3 jaar best wel intensief samengewerkt in het Moderamen toen ik Scriba was. En de laatste 2 jaar iets minder intensief met mij als spreekvoorziener. Ik heb je leren kennen als een open, altijd bereikbare man die naar me toe nooit heeft gezegd van ik heb nu even geen tijd voor je. En dat heb ik zeer gewaardeerd. Ook vond ik het bijzonder hoe snel je de gemeenteleden van onze kerk kende. Ik woon hier zo'n beetje 35 jaar en ik ken nog niet iedereen. Toen je bij ons kwam, nam je ook een stukje bagage mee. Dit heeft je de eerste tijd behoorlijk parten gespeeld. Waardoor de start hier in het Oldebroekse niet zo heel denderend was. Dit heeft je lang achtervolgd. Tevens hadden we verschillende verwachtingen van elkaar. De gemeente had een andere verwachting van wat het werk van een predikant zou inhouden dan jijzelf. En dat moeten we onszelf aanrekenen, dat we daar niet eerder op ingesprongen zijn en helderder in zijn geweest. Maar mede dankzij je openheid en je bereidheid mee te werken en mee te bewegen, hebben we met wat hulp van buitenaf dingen weten om te buigen en zo een flink aantal goede jaren samen gehad. Ik hoop dat het wederzijds is en dat je, ondanks de wat mindere start, je hele goede herinneringen overhoudt van het werk hier in Oldebroek. Ik wens je dan ook het allerbeste bij je nieuwe gemeente in Voorthuizen. En we weten dat het niet een afscheid is voor goed. Je zult zeker nog met regelmaat terugkeren als ik je als spreekvoorziener van tijd tot tijd mag inplannen voor een dienst bij ons. Eigenlijk wil ik gelijk ook even van de gelegenheid gebruik maken om Fanny te bedanken. We hebben natuurlijk een wat mindere intensieve samenwerking. Maar de samenwerking in de Hongarije werkgroep was heel erg fijn. En daar wil ik je voor bedanken. En mogen we in de toekomst hopelijk weer ooit naar Hongarije? En hebben jullie zin om mee te gaan? Jullie blijven van harte welkom. Het gaat jullie goed en als gezin God zegen toegewenst. En de volgende is familie van Heerde, waar ik eventjes op visite ga. Even de deur, even kijken hoor. Ja, hier moet ik zijn. Goedemiddag, dominee. Wat breng je hier zo? Wat leuk, ik wou toch nog even wat tegen u zeggen. Ik wil u heel veel succes wensen in uw nieuwe gemeente. En ik wil u bovenal heel erg bedanken voor alle goede zorg die u gedaan hebt bij ons. Maar ook bij de gemeenteleden. Vooral in deze moeilijke tijd voor de oudere mensen die nergens meer heen gaan en kunnen. Daar wil ik u heel erg voor bedanken. En ik wil u heel veel succes wensen bij een nieuwe gemeente. Bedankt voor alles. Even achterom bij het nieuwe huis van Gijsje Magines. Ah, ze zijn thuis, de auto staat er. Nou, Gijsje even bedanken voor al het werk wat ze doet voor de jeugd en voor de ouderen toe. Magines voor het inzamelen van de kunststoffen en van metalen. We zetten alle twee hartstikke veel werk. Dag, doorheer.
Nou, nu ga je er van deur. Ja. Nou, we wensen jullie door heel veel fijne jaren samen. Ja. En hopelijk is het tot ziens. En wie wil je toch bedanken voor alles goede wat je hier gedaan hebt in onze gemeente. En we hopen dat je het heel fijn vindt in je nieuwe gemeente. En wensen jullie heel veel succes. Zo, nu eventjes bij Jolanda. Even gedag zeggen, ook even bedanken voor wat ze altijd gedaan heeft voor de kerk. En Henk, altijd natuurlijk voorzitter college kerk rentmeesters geweest. Ik ga eventjes bij ze aan de deur. Hey Arend Wim, wat leuk je nog even te zien. Jongen, ja, het zit er gauw aan te komen hè, dat je weggaat. We zullen je missen. En niet alleen hier in Oldebroek bij de kerk en daar rondomheen. Maar ook nog iets anders, bij OVIOS gaan we je ook missen als scheidsrechter. Ja, we hebben veel van die mensen nodig, maar ja goed, dat komt misschien ook wel weer goed. En wie weet zien we elkaar nog eens een keer in Voorthuizen. Bij de voetbalvereniging, bij VVOP. Daar gaat OVIOS ook nog wel eens naartoe. En misschien kunnen ze je daar ook gebruiken als scheidsrechter. Maar goed. Het is niet anders, het gaat je goed. Ik heb toch ook een beetje altijd een bijzondere band met je gehad, omdat ik voorzitter was van de beroepingscommissie. Ik heb je met de beroepingscommissie mogen halen uit Lutten, dus ja, we hebben altijd een beetje een speciale band gehad. Maar goed, aan alles komt een einde en ik denk dat dit iets is. Dit is een roeping, God heeft je geroepen naar Voorthuizen. Het gaat je goed met Fanny en de kinderen en we zien elkaar. Groetjes. Arend Wim, ik wou je bedanken voor de fijne samenwerking die wij hadden voor de kindernevendienst. Ik zal mijn best doen om het voort te zetten en wens jou in Voorthuizen veel succes. Beste Arend Wim en Fanny, bedankt voor de mooie avonden met de groeigroepen die we samen mochten zijn. En dat we dat nog als kleine groepjes in de gemeente bij elkaar thuis mochten doen. We wensen jullie als gezin een goede tijd in Voorthuizen toe. Ja, Arend Wim, voor jou alweer de laatste dag als predikant in Oldebroek. Ik heb je mogen leren kennen als een man die makkelijk benaderbaar is. Die niet schroomt om voor een vergadering zelf een kan koffie te zetten en vervolgens ook nog te helpen opruimen. Ik heb redelijk wat met je opgetrokken als jeugdouderling. Samen gingen we naar vergaderingen, je pikte me op en dan gingen we samen op pad rondom de jeugd als ik een vraag had. Ik hoefde maar te WhatsAppen en ik had binnen een dag reactie. Dat was fijn. Bedankt daarvoor. Rest mij nog om jou samen met Fanny, Michelle, Aimee en Sam Gods onmisbare zegen toe te wensen voor je nieuwe taak in Voorthuizen. Gods zegen toegewenst. Dag Arend Wim en familie SDJ. Fijn Arend Wim dat je ook hier nog even langskomt. Ik wil je bedanken voor alle persoonlijke gesprekken die we hebben gehad. Die waren erg waardevol voor mij. Ik hoop ook voor jou. Arend Wim, ik wil je bedanken voor de goede samenwerking die we hadden. Jij was eigenlijk haast altijd aanwezig op onze wijkteamvergaderingen. Ik wil jullie als gezin heel veel succes toewensen in Voorthuizen. Ik denk dat het niet makkelijk is om als gezin elke keer weer ergens opnieuw te moeten beginnen. Dus daar wens ik jullie heel veel succes mee. Hallo Arend Wim, wat leuk dat je hier bent. Gezellig. Nou, we vinden het jammer dat je gaat. We hebben altijd heel veel plezier gehad, vooral in Hongarije. Leuk onderweg, samen rijden. Gezellig. En ik had nooit gedacht dat ik nog eens samen met een dominee zou staan strijken in een waskamer in Hongarije. Dat was wel superleuk. Nou Fanny, ik heb heel veel mooie wandelingen met je gemaakt. Het was altijd gezellig. Ook dat zal ik missen. Proost. Goeie tijd in de nieuwe gemeente. Ja, heel veel succes. Dan gaan we het Wim. Je ziet al wel, denk ik, op wat voor plek ik zit. Wat heb je hier ook vaak gezeten de afgelopen 4 jaar voor periodiek overleg
of voor het voorbereiden van vergaderingen of maken van bezinningen samen. Ik voor de grote lijnen en jij voor de details, want daar was je goed in, om een bezinning te organiseren. Arend Wim, ik hoop voor je dat je in Voorthuizen ook weer een tafel mag vinden waar je zo makkelijk aan kunt schuiven voor periodiek overleg of andere zaken. Familie STJ, God zegen toegewenst in Voorthuizen. Dominee STJ, ik wil u graag heel hartelijk bedanken namens de Vrouwengespreksgroep voor alles wat u voor onze gemeente in de Goede Herdenkerk hebt gedaan. Samen met uw vrouw en kinderen wensen wij u een hele fijne tijd in Voorthuizen toe. Een hartelijke groet van de Vrouwengespreksgroep. Hallo familie STJ. In de afgelopen jaren dat jullie hier waren, zijn ons een aantal dingen bijgebleven. Een hele leuke en fijne herinneringen. Dat was eigenlijk wel ook de boeldag. Dat was voor ons ook nieuw. We hadden daar etentjes dat je in kon schrijven. En dat hebben jullie gedaan. En jullie zijn bij ons aan tafel geschoven met een Griekse avond. En daar hebben jullie eigenlijk ook wel een beetje leren kennen in die periode. Eigenlijk hebben we dan nog de Hongarije groep. Daar zijn we ook mee geweest naar het kinderthuis in Hongarije. En daar hebben we ook veel leuke dingen samen met elkaar gedaan. En Arend Wim, we hebben bij jou belijdenis gevolgd en uiteindelijk ook belijdenis gedaan. Daar zijn we jou erg dankbaar voor en dat was ook een hele fijne en mooie tijd voor ons. En verder wensen we jullie als gezin een hele goede tijd toe in jullie toekomstige gemeente. Een hartelijke groet van ons. Tot ziens. Hallo Arend Wim, wat leuk om jou nog even te spreken. Ik heb begrepen dat je naar Voorthuizen gaat. En het is goed om nog even een paar laatste woorden tegen je te zeggen. Ik heb erg veel plezier gehad van onze samenwerking. Ik wil je daar heel erg voor bedanken. De open houding waarmee je mij ook tegemoet getreden bent toen ik een en ander kon doen in de gemeente. Ik heb dat heel erg gewaardeerd. Je was sowieso denk ik een dominee die heel erg benaderbaar was voor iedereen. En die ook heel erg dienstbaar was, ook in alle praktische dingen als het ging om klaarstaan met de sleutel of de deur open doen. Daar heb ik al een aantal keren gebruik van moeten maken. En je was ook een dominee die overal een verhaal bij had. En een paar van die verhalen die ga ik zeker onthouden. Heel erg bedankt. Ik heb het heel erg gewaardeerd om met jou samen te kunnen werken voor de gemeente van de Goede Herdenkerk. Maar uiteindelijk, we kunnen vanavond over heel veel dingen praten. En kijken hoe mensen over elkaar denken. Maar uiteindelijk ben je, ook als je naar Voorthuizen gaat, VDM, Fermi Divini Minister. Een dienaar van het goddelijk woord. En ik hoop dat je dat ook daar waar kunt maken. Dat je dienaar bent van Gods woord. En als je op die manier op pad gaat, ook naar Voorthuizen, dan zal die weg gezegend worden. Met je vrouw en je kinderen. Dan wens ik jou en je gezin van harte toe. Nou, familie STJ, dat was een mooie film, niet? En mooie woorden van verschillende gemeenteleden. Ik vond het mooi dat toch zoveel mensen ook wat moeilijk om alles op te nemen en alles door te sturen. Maar het is gelukt allemaal. En, fijn. Dan hebben we ons combo, hè? Jullie gaan voor ons een lied zingen. Bed om zegen. Ik denk het hele mooie om aan jullie mee te geven naar Voorthuizen. Zegen.
Wat een prachtig lied om zo naar te luisteren en mee te neurien. Familie Astier, wij hebben een cadeau voor jullie. En Fanny, Louis, die refereerde er al aan, jij neemt ook afscheid van onze werkgroep Hongarije. Nou zijn wij gewoon, als wij afscheid nemen van iemand, dan gaan we samen lekker eten met ons allen. En in dit geval, dat de afscheidnemende hoeft dan niks te betalen. Dus nou konden we of langs de McDrive, of we stellen het uit. En we hebben voor het laatste gekozen. He, zo gauw als jullie zijn hier nog een poosje, we hopen dat voor die tijd kan, kan het niet. Dan doen we het gewoon een keer, maken we een afspraak, gaan we samen eten. Dus dat hou je van ons te goed. Maar we hebben wel, Arend Wim, voor jou een cadeau natuurlijk, als dominee zijnde. Maar toch, jongens, is je ook een beetje voor jullie. Want jullie hebben toch jullie ouders, je moeder bij de werkgroep Hongarije en je vader als dominee vaak moeten missen omdat hij voor ons op pad was. Dus we overhandigen je vader het cadeau, maar hij is een klein beetje voor jullie allemaal. Mag ik Fanny en Arend Wim naar voren hebben? Heet die? Of doet hij? Hij doet het. Wij pakken wat voor jullie. Toen wij aan jullie vroegen van wat kunnen wij als gemeente in Oldebroek aan jullie aanbieden, een leuk cadeau, en toen kwam er geen antwoord. Toen heb ik nog een paar keer gevraagd en toen heb ik het aan Fanny gevraagd of laten vragen via, nee. Dus ik denk dat het de verdienste van de dominee zodanig is. Want jullie, wat ik opnoemde, hadden jullie allemaal nieuw. Dus dat is eigenlijk dan wel heel mooi. En toch wilden we, toen ik op laatst kwam je met iets en die krijg je ook van ons. Maar we wilden je toch wat blijvers aanbieden van onze gemeente in Oldebroek. Niet iets wat vluchtig is, maar we wilden je iets aanbieden wat iets langer bij jullie blijft als aandenken. Dus ik wil die eerst geven en vragen of je die openmaakt. Het is een afdruk van de duif die hiervoor in de kerk hangt aan mijn rechterzijde, voor u links. Met wat foto's van de afgelopen jaren hier in Oldebroek. We hopen dat hij een mooi plaatsje in jullie huis mag vinden, zodat jullie nog met plezier aan deze tijd terugdenken. Dan hebben wij een inzameling gehouden via ons rekeningnummer van onze kerk en gevraagd of gemeenteleden een bijdrage over wilden maken. Want op het allerlaatst toen zei je van geef ons dan maar een soort van vakantie. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben je een reischeck hebben we nu en die mag ik je nu overhandigen. Namens onze gemeente, er staat geen bedrag op omdat dat bedrag nog niet helemaal vast staat. Er komen nog steeds giften binnen. Maar we kunnen wel zeggen dat het minimaal €1250 waard is. Dus daar mogen jullie wat voor uitzoeken en dan betalen wij dat deel voor jullie verblijf. Ja? Hetty? Er zit één witte roos in. Deze is speciaal voor de toekomst. Waarin wij Fanny en Arend Wim samen met de kinderen in Voorthuizen heel veel wijsheid, heel veel zegen toewensen. En een hele mooie tijd. Dank u wel. Dominee, wil jij nog wat zeggen? Ja? Dat is bijna een retorische vraag van Wim, want hij weet wel dat ik altijd om een woordje, of nooit om een woordje verlegen zit. Maar in ieder geval allemaal bedankt, ook voor deze avond. Ook Combo en Rien Campos, heel fijn dat jullie hier bij zijn om ook de boel wat meer kleur te geven. En ook alle filmpjesmakers. Ja, ik ben een beetje bedrogen, zullen we zeggen. Maar ik vind hem leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Heel leuk gedaan ook. Mooi, de lieve wensen ook. Niet alleen de filmpjes die vanavond vertoond zijn. Maar ook afgelopen week telefoontjes en appjes en mailtjes en kaartjes. Heel hartelijk dank. Heel hartverwarmend. We gaan hier
met een goed gevoel weg. Morgen natuurlijk de afscheidsdienst, maar ik vond ook heel leuk de combinatie met wat vanavond gelezen is. Dat is morgen vroeg toevallig ook de lezing voor de themadienst voor kerk en school. Morgenmiddag hebben we natuurlijk een andere lezing en dan gaan we kijken naar de oogst. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, morgenmiddag 2:30 de afscheidsdienst. En dan is het combo er ook weer en Rien Campos is er ook weer. Dus heel fijn, want we gaan elkaar morgen weer ontmoeten. In ieder geval bedankt allemaal. Dominee, bedankt voor je reactie. Jullie mogen weer gaan zitten, zou jij dan zeggen. Zoals gewoonlijk heb je maar iets gras voor de voeten weggemaaid, dus sommige mensen te bedanken. Maar ik wil het toch nog een keer doen, want we zijn nogmaals heel blij met het combo en met Rien dat het kon. Maar waar we ook heel blij mee zijn is met de technische mensen achter in de kerk. Met Gerrit en met Erwin. Het is gevaarlijk om heel veel mensen te noemen, maar Claudia, die heeft een week achter de rug, die is bijna overspannen van ons. Van alle filmpjes, het monteren, het verzenden wat niet helemaal lukte. Claudia, heel hartelijk dank namens ons allemaal. En als de kerk nu vol zat, dan was er een daverend applaus geweest. En Rob en Hetty natuurlijk bedankt voor alle voorbereidingen deze weken. Voor de plezierige tijd samen. Online, de mensen die online ingesproken hebben, bedankt. En met elkaar denk ik dat we er ondanks alles beperkingen toch wat hebben van gemaakt vanavond. En daar zijn we blij en dankbaar voor. En we willen nu graag ook deze avond afsluiten met gebed. En na afloop van het gebed wil ik graag het gezamenlijk het Onze Vader uitspreken. Dank Heer dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn, Heer. Dank voor de zegeningen die u ons geeft, voor de ontspannen sfeer, voor de goede sfeer die we met elkaar hebben. Dank u wel, Heer, voor zoveel goeds dat u ons geeft. En dank dat u erbij aanwezig was vanavond. Dank Heer, voor de familie STJ, dat ze hier waren de afgelopen periode. Dank Heer, voor de samenwerking, voor al het goede wat u ons gegeven heeft hierin. Maar wilt u ook zijn met de familie STJ? Wilt u ze zegenen in Voorthuizen, Heer? Wilt u ze helpen met een nieuwe stap? Ook onze dominee, nu in deze tijd het kennismaking allemaal zo moeilijk is. Wilt u hem wijsheid en kracht geven, Heren? Wilt u hem helpen bij zijn taken in Voorthuizen? Maar wilt u ook met ons als gemeente zijn, nu we door moeten zonder vaste predikant? Voor ons ook weer een spannende tijd. Maar Heer, wat zijn we toch ook blij dat we een aanbod hebben gekregen van dominee Borst. Dat hij een consulent voor ons wil zijn, dat hij ons wil helpen. Dank Heren voor dat aanbod en dank Heren dat we zo ook op u vertrouwen mogen. Ook de komende tijd dat we toch steeds weer opnieuw aan u vragen mogen, wilt u ons zegenen. Heer, dank voor alles wat u ons geeft, maar wilt u met onze gemeente zijn, Heer. Wilt u ons helpen dat we naar elkaar omzien en samen naar uw wil gemeente zijn. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als afsluiting van deze avond zal Rien nog een psalm voor ons spelen. Ik zeg nu een psalm, Rien, maar het is een lied, hè? Lied 444 uit het liedboek, ook op wens van onze dominee. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Morgen vroeg, 10:30, hebben we de volgende dienst en daar nodigen we u ook weer van harte voor uit.